Everybody sees signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Well, I've been traveling. Nothing so true. Life is a holiday. Summer is where I travel to. I've been to Hollywood, Sunset Boulevard. Girls walking mini shorts, gotta be a movie star. Everybody sees the signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. De Brabantse koffietafel in Leende, waar we een beginnetje hebben gemaakt met de BN'ers die voor het goede doel gaan golven, moet je natuurlijk uiteindelijk naar de golfbaan. En hier is het, de golfbaan van Best. Daar moet het dus echt gaan gebeuren. Way out Caribbean, Jamaica in the sun, dancing reggae music. Die houden, die hebben die scorekaart en die houden alles bij. Dus we hoeven nergens rekening mee te houden. Nergens, alleen met dit balkje. Daar is niks meer hoeven te doen. En als dat niet lukt, dan zullen wij iets moeten doen. Dan grijpen jullie in. En wij hopen niet in te grijpen, eerlijk gezegd. Geen een rode kaart erbij, dus wat heb je? En een fluit. Ik denk dat het allemaal wel. Er wordt geen buitenspel gegeven, maar wij wel fluit bij ons. Okay. Ik mag toch hopen dat jullie af en toe een reden vinden om eens keihard lekker op die fluit te blazen. Wie weet. Goed, we gaan even naar boven. Yes. Hier. Yes. Het is goed dat je die pet op hebt, want ik heb toch minstens 7 jaar gedacht wie was. Nee, ik was. Nu weet ik het hoor. Ja, dat jij René was. Want ik ben Willy en jij René. Ik ben Willy. En samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, maar ik weet het niet. We ruilen wel eens ooit van pet. Oh, toch? Ja. Behalve vandaag. Zeg, ik zie je zo, ben je al zenuwachtig? Ja, dat vind ik echt een beetje... Want ik wil het nu wel eens zien, hè? Want ik ken je voetbalkwaliteiten, maar golven, ja. Ja, dus ja. Open boek nog, hè? We zijn benieuwd. Ik ook. Ja, maar nou ziet hij het. Ja, maar je moet het ook dan opnemen. Karel van de Graaf is daar. Wacht even, kijk, niet. Ik wil hem even van achteren benaderen. Want, vind je misschien vervelend? Die man heeft ook een vrije dag. Snap je? Ik vind het misschien niet leuk dat hij de hele tijd gestoord wordt. Maar ja, ik wil toch wel eens wat meer weten. Hè? Van de man achter de schermen nu. Hè? Je duikt feitelijk toch het privéleven in van de bekende Nederlander. Hè? Sorry dat ik nog eventjes ertussen kom. Ik had toch nog maar even een vraagje. Maar bereid je je echt ook helemaal erop voor op deze sport? Dat je echt... Ja, en dat moet. Anders heeft het geen zin. Maar dit ook, dit soort balletjes, die helpen dan straks in de wedstrijd? Ontzettend balletjes, ja. Vooral alleen maar omdat je jezelf nu bewijst dat je weet hoe het moet en dat het dan ook kan. Mm-hmm. Zodat je straks niet met de zenuwen in je lijf staat als het echt in de baan gebeurt. Dat je over zo'n lullig bunkertje heen moet. Ja. Maar investeer je ook... want we moeten oppassen, hè? Altijd met reclame. Ja, ik zat er maar even... Ja. Maar investeer je ook echt in je sport? In, zeg maar, in golfkleding? Nou, dat zie je van niet. Niet? Nou, ik heb net een nieuw petje gekocht. Ja. Want ik vond het wel mooi geel. Ja. Want het is duur, hè, golven? Nee, valt wel mee. Echt niet? Nee, dingen gaan voor eeuwig mee. Want ik neem aan toch dat je een hele speciale pas op voor set... Pas op voor de reclame. Ja, nee, oké. Maar dit is een oud clubje, ja, toch een beetje? Alleen maar oude clubjes, ja. Dus even kijken. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik wou toch even met de club van Karel van der Graaf even kijken of ik ook nog een keer... Mooi chip. Goeie chip. Iets te kort. Zou jij hem eruit willen halen, André? Anders moet ik bezemen. Nee, ik mag niet in de bunker lopen. En ik heb de verkeerde schoen aan. Bijna gewoon. De schoen aan. Hè? Kun je hem uit de bunker... Oh! Zou u hem uit de bunker kunnen slaan? Ja, zeker. Ja. Laten we weer zien. Ja, graag. Okay. Want dat is toch een van de allermoeilijkste facetten van de hele sport. Hè? Het uit een diepe bunker slaan. Eén slagslag. En je mag dan niets aanraken, hè? Ja. En dames en heren, hier is dan het moment gekomen waarop... Een van onze televisie-corifeeën nu
in zijn privéleven wordt aandachtig wordt bekeken hoe hij zijn sport beoefent. Dat is niet helemaal goed uit. Nee, maar dat is toch nog niet zo erg. Ik bedoel, hij is er bijna uit. Het is ook een behoorlijke opstaande rand hoor. Dus dat vind ik nog niet zo erg. Kijk. Ja. Wat is dit voor geëikel? Ja, ik begrijp het ook niet goed hoor. Want het is toch misschien die rand van die bunker dat wat tegenhoudt, hè? Want hij ligt nou ook wat dieper, die bal, hè? Ja, en ik zie daar iemand lopen die geen gevaar loopt. Nee. Maar dit moet toch wel gaan lukken, hoor, denk ik. Ja, het is volgens mij... Dit is het die rand? Nee, typische... ik zou het toch nog één keer proberen, ja. Want... Nee, ja? Ja, ik leg want het is echt een beetje die rand waar je last van hebt, hoor, van die bunker, hè? Ja. Want het ik doe het verkeerd, en ik weet ook wel wat ik Nee, mijn slag is verder goed, hoor. Laat iets meer openzetten. De houding is ook goed. Vier verschillende aanwijzingen. Maar het komt misschien ook... Karel, het komt misschien ook... Er zit nog een plasticje van het in je pet erachter. Okay. Van het merkje, weet je wel. Dat misschien drukt. Nou, hij ligt nu in ieder geval hier. Ja, kijk, en hier heb je niet zo'n rand. Ik heb hem dan moeten naar hol 7. Hier heb je niet zo'n rand. Begrijp je? Het is veel makkelijker om nu te zeggen, nou, ik haal hem er hier uit. Andreas, ik vind dat je hem nu wel voldoende hebt ondermijnd, zeg maar, voor de rest van de dag. Ja, het was niet mijn bedoeling, hoor. Want jawel, het is altijd je bedoeling en het lukt je ook altijd. Dat kan ik niet uitstaan. Ja. Zal ik nog eens even... Nee, dat zal ik niet in het milieu brengen. Nee, niks ervan. Ik ga die bunker vegen en daarna mag je het zelf doen. Of zal ik nu de bunker vegen? Nee, want dat vind ik... Hey, maar we moeten naar hol 7, we moeten een hele tijd. Ja, ik weet het. We moeten nog water halen hier. Nou jongens, je hebt het gezien. Het is een captain die staat zijn mannetje. Ja. Hij zal zeker jullie gaan ondersteunen en adviezen geven. Ja. Ik zou jullie willen adviseren, blijf zoveel mogelijk uit die gebieden waar zand is. Hè, daar vandaan. Aarzen. Sorry, ja. Er zat hier zo'n plasticje met dit. Ja, ik heb eraf. Zeg, veel plezier. Dankjewel. Misschien dat we straks nog even komen kijken in de baan. Hè? Ik kan nog even mijn bal oprapen daar, als je niet even. Hoeveel ballen neem je nou tijdens zo'n wedstrijd mee? Een bal op de bank. Pak weg. 6, 7. 6, 7, ja. Voor rampendagen. Ik ben Willy en jij René, jij bent ook René. En samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, ik ben Willy en jij René, jij bent toch twee. En samen zijn we Willy en René. Sorry. Sta je dus overdag al in de file in Nederland? En sta je hier ook nog in de file eigenlijk? Hè? Dat is toch allemaal wat? Ja, en het is toch een gewone werkdag in Nederland, hè? Een gewone dag in juni. Het is dan wel hier nu, vrijdag de 13e. Maar, hallo, jongeman. Goedemorgen. U bent officieel FIFA? Nee. Niet? Niet. Oh, oké. Okay. Nee, anders zou ik graag even de vergunningen zien, hè? Oh, zo, ja, nee. Dan moeten wij wel scheidsrechter. Ja, we zijn wel officieel scheidsrechter. Officieel scheidsrechter? Ja, de KNVB. Dan de KNVB. Geen goalscheidsrechters, maar echte KNVB scheidsrechters. Echte KNVB scheidsrechters. Ja. Ook van de Eredivisie? Ja, ook Eredivisie en de Eredivisie. Die is weg, die zit er ook tussen, ja. En jullie gaan hier nu de goalsport... Wij hebben aan de hand van het indoor soccer in Loredemar, waar Willy dus in zit, heeft hij ons dus gevraagd om nu bij het golftoernooi dus inderdaad de telling te doen, omdat ze daar echt mensen hebben met echte tellen. Ja, zodat het eerlijk gebeurt. Het wordt gerommeld, hè? Ja, zeker bedoel ik deze jongens. Dat bedoel ik. Zeker gaat dat. Waar is school 10? Maar mijn portemonnee zit in mijn zak, dus we kunnen nog alle kanten. Kom. Ze vroegen wie is Willy en wie is nou René? Ik zei ze maakt niet uit. Ik vat ze alle twee, want ik ben Willy en jij René. Ho, 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 ho. Sorry.
Sorry? Ja, dat mag. Dat mag. Wat dan? We spelen Texas Scramble. Kijk. Dat betekent dat we de beste bal verder gaan. En aangezien toevallig een die een flight hebben die een beetje verder gaat. Met de beste bal verder gaan. Ja. Juist. Van de twee? Van de vier. De beste bal van de vier? Juist. Daar ga je mee verder. Oh, oké. Okay. En dit was jouw bal? Nee, het was mijn bal. Zijn bal. Zijn bal. Mijn bal. Okay. Maar de bal waar we mee gaan spelen, André, ja. Die ligt daar. Hij ligt die ligt helemaal daar. Die ligt daar dus. En dan ik begin het alweer te snappen. Dus, als je nou niet afleiden? Ja, nee. Hij leidt me af. Ik begin het te snappen. We rijden even mee. Ja, oké. Okay. Heb je hem gevonden? Hebben jullie hem? Ja, kijk, daar heb je het nou weer. Er zijn allerlei verschillende spelvormen. Ja, Texas Scramble, dus dan gaan ze met vier man en dan slaan ze verder met de allerbeste bal. Maar ja, wat ze dan weer doen, misschien daar weer mee. Kijk, dus die ene man van die vier, die lag in de bunker, maar die lag wel het verste weg. Maar dan moeten ze allemaal uit die bunker slaan hun bal. Dus dat is wel weer de moeilijkheid, want ja, je hebt het net nog gezien. Bij Karel. Nou, mooi. De lengte is goed. Ja, het is goed. Bo! Ja, is goed. Keurig, heel keurig. Albert West. Van 1-10. Met je kaart erin. Zonder televisie, maar ik kan gewoon. Nu staan. Met je play. Denk even aan die bikini, Albert. Nou, ik vind het knap hoor. He? Ik vind het knap. En wie daar de bunker van René van der Kerkhof. De man met de manchette in de finale tegen Argentinië. Denk je pols, René? Rechts? Ja, rechts volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, dat zou ik jammer vinden. Ja, dat zou ik ook jammer vinden. Ja, hij. Wacht even. Hey, wacht even. Even vraagje tussendoor. Hè? Maar zijn de kijkers misschien nou benieuwd? Hè? Rentenier jij nou? Of heb je gewoon nog een baan? Ik heb nog een baan. Jawel. Wat dan? Wat doe je voor werk dan? Ik doe samen met een partner van mij hebben wij nog het MRPC verhaal. Dat is het? MRPC. Ja. Dat zijn mensen die in een burn-out zitten, stress zitten, die gaan, wij dan, zoals jij. Ja. Ja. Dus proberen wij binnen de 9 maanden, wat er voor staat, binnen 3-4 maanden weer terug te brengen naar de maatschappij. Oh, nou dat is al een goed doel op zich. Dat is al en dat verdient ook. Dat levert wel wat op. Ja, ja, ja. Nou. Nou, wij sparen voor mooi. De verzekeringsmaatschappij bestaan we nog veel geld uit natuurlijk. Ja, ja, ja. We zijn live nu. Ja hoor. Oké. Okay. Voel even die druk op. Ja, 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 ja. Nou, dat is een net putje hoor. Dat is een aardig putje. Nou, gaat... Hij moet dichterbij. Hij moet dichterbij, ja. De beer uit de meer, Piet Schrijvers. Had het ooit kunnen bedenken in een korte herenbroek op een golfbaan. Ja. Dit is wel de makkelijkste, want die gaat heel up, hè? Ja, ik wil me er niet mee bemoeien. Ja, dat hoef je eigenlijk niet. Maar deze ligt wel dichterbij. Deze ligt vlak. Pak het deze. Vlak me niet? Ja. Maak jij maar zelf even af, Piet. Nee. Nee, jij zou. Jij zou niet zeggen. Ja, 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 jij wil graag putten. Ja, precies. Ja, want het. Jij wel putten leren. Nee, laat vliegen. Wat nou? Oh, sorry. Ja. Dus als die erin gaat, dan is het klaar. Is het par? Ja. Par. Bijna. Bijna. Ja? Volgende. Dus die zit erin nu? Deze zit erin voor 5, maar wij kunnen met z'n 3 nog voor par. Voor par gaan, hè? Dus hij moet er nou een keer in, ja. Van die 3 moeten er eentje in. Dit kost wel veel videoband, Piet. Oh ja? Dat, ja, het nou, maar, moet wat sneller. Simon speelt er nog 1 keer in, dan skip je maar.
kijk. Yes. Oh. Nou ja, het is toch niet te geloven, zeg. Het is toch niet mijn schuld nu, hè, plotseling? Ik weet niet. Ja, nee, inderdaad, dan komen we zeker uit die bogey uit. Niks ervan, schiet het spel er gewoon in. Ik kan niet aan zien, ik kan niet aan zien. Zo. Oh. Zeedorf. Waar is Zeedorf? Ja. We hebben al drie Zeedorf gehad. Die, daar komt hij hoor. Ja. Hengel. Ja! Yeah! Yeah! Onder deze druk! Onder druk speel ik het sterkste. Zijn we tevreden met elkaar? Hartstikke mooi. Oké, okay, we gaan naar 10 daar zo. Zeg, van dat geld dat je natuurlijk verdiend hebt als profvoetballer, dat was in die 70e jaren, hè? Ongeveer. Ja. Daar kun je ruim van leven. We kunnen in ieder geval leuke dingen mee doen. Toch wel. Ook al in die tijd waren de verdiensten redelijk. Ja, gewoon, die waren heel goed voor die tijd. Ja. Vergeleken met nu was het natuurlijk heel weinig, maar ja. Ja, ieder tijd heeft een, ja. heeft zijn eigen verdiensten. Maar doe je er nog werk bij? Ja, ik heb nog, daarnaast heb ik nog een relatie marketingbureau. Ja. En ik heb exporteer wat skyboxen. Oh? Ja. Bij Ajax, PSV en Feyenoord. Oh. En ik heb nog een paar zaken. De skyboxen, die VIP-boxen, die exporteer jij? Ja. Die verkoop je of die verhuur je? Een keer per jaar. Ja, ja. En dat is echt een leuke handel. En hoe vaak golf je nou zo in de week? Nou, met dit soort weer, 2-3 keer per week. Toch wel. Ja. En dat is jouw bal daar? Dat is mijn bal. Ja, ja. Die gaan we zo slaan. Nou, ik ben benieuwd. Ik wil het wel eens even zien. Ik denk dat onze kijker ook wel eens benieuwd is hoe W van de Kerk of... Een bal raakt. Ja, precies. Zo'n klein balletje. Ik hoop dat we al je benen verzekerd hebben en dergelijke, want er zit weinig toekomst nog in je. Ja? Ja. Okay, nou, gaat niet goed. Dan moet je even... 150, weet je. Toevallig ligt hij wel net op een zacht stukje. Ja, want als hij hier had gelegen, een stuk moeilijker. Wat beter geweest. Je mag een plaats. Maar jij mag als gast in, mag je alles, toch? Jij maakt de regels. En na het vlaggetje, niet naar het clubhuis, hè? Nee? Je speelt nu met een clubhoutje, wat is het? Houten 7. Een houten 7, maar hij is wel van metaal. Hij is van metaal. Ja, ja. Metalen houten 7. Ja, ik snap het. Dat is maar 145 meter, maar als je ouder bent dan 50, dan heb je hout nodig voor 140 meter. Ja, weer naar de bunker. Bedankt, leuk. Geen geluk vandaag. Helemaal weg, want dat wordt helemaal niks met jou vandaag. Wat gaan we doen? Erbij leggen. Ja, dat moet wel. Niet bij de bunker, hè? Ja, niet bij jou leggen bedoel je toch? Nou, zo wat hebben hoor. Er zit er weer voor iets. Ja, nou komt hij hoor. Kijk, met gewone schoenen. Polletje. Helemaal geen golfschoenen, nee. Lekker gewoon, normaal. Gewoon normaal doen, hè? Dat is oké. Die dure golfschoenen allemaal. Je moet gewoon... Polsport is ook al zo duur. Dat is een dure schoen. Vreselijk duur. Even een oefenswingetje, zo. Gewoon een normale kleding en dan hupsakee, slaan, niet zeuren. Goed zo. Zeg. Oh. Prachtig. Oh, god. Lekker schotje, hoor. Zo moet het, Willy. Rechts van de vlag. Ja, had je van mij moeten betalen. Ik wil je met slaan. Jij moet hem in het holtje leggen. Hoeft niet, maar het mag wel, hè. Ik twee meter naast de punt. Ja, ja. Het is van Birdie. Nou, Birdie doet Willy altijd, die telt ze. Ja, Birdie, dit is Willy Birdie. Willy Birdie. Oh. Uit de wind. Ja, mooi, lekker laag houden. Dat is verstandig, hè? Ja, hoor. Fijn, heren. Nou, ik zie het al. Oké, succes. Ja, ik ben Willy en jij bent mee. En samen zijn we Willy en René. Altijd na de training was ons Willy kwijt. Dan zat hij bij de meiden in de korte tijd. Ze vroegen wie is Willy en wie is nou René. De scheids. Nou is het wel zo dat... Er staan hier die witte panen. Wat is dat dan? Oh, dat weet ik niet. Die witte... Out of bounds. Aha. Out of bounds, dus. Ja.
Maar hoeveel ballen zijn we kwijt? Eentje. Eentje. Ik ken daar goed de bosje. Ja. Dat zijn het dure ballen. Ja, altijd. Ja, ja. Waar lig je nou? Nou ja, loop anders maar door, dan kijk ik nog wel even. Mag je toch niet spelen? Ja. Misschien ben wij wel. Ja, je zoekt maar even. Ja. Het is een continu gezoek in het leven. Tjonge, ja. Ja. God, I don't dare to look. Oh my, it's still rising. Oh my God. How beautiful, how beautiful. Oké. Nou jongens, veel plezier. Gaat lukken hoor. Nou, dat was Maria Vetsjitova. Ik moet nog even de lijst kijken. Ik denk een van de toppers hier. In ieder geval qua benen. Prachtig, prachtig. Ja. Dat is natuurlijk wel met golf, hè? Als je bal kwijt bent, dan moet je maar zoeken. En hoe lang? Bunker is precies 200 meter. Dan kan ik een drijver afslaan. Dijkenlijn. Ja, als je aan die kant blijft, want als je daar bent en je komt over die bosjes houden dan op. Dus je kunt met je drijver, kun je beter naar rechts. Zal ik eerst afslaan? Tas draagt helemaal. Dan neem ik het risico. Dat zijn vaak de grote pro's. Hè? Die hebben gewoon die tas over die schouder, die zitten nergens mee. Of je bent caddy, hè? Het is de ene kant. Je bent of caddy of je bent pro, hè, als je zo'n tas draagt. De caddy is niet het meest, ja. Nou jongens. Sorry dat ik nog even. Ja, even het is. Van de schaaf, even niet. Ja, nou ja, maar. Andreas? Dan hou ik er echt mee op. Hè? Even weg. Even niet. Want het is van wezenlijk belang eigenlijk. Andreas, ga weg. Ja, wil je nog iets weten? Nee, precies. En door wat ik nou probeerde, gaf dat hem zoveel adrenaline, hè, en een soort boosheid, dat hij daardoor de bal van zijn leven sloeg. Hè? Scheur je haar of ik ga samen met je. Is het waar of niet? Ziet het totale samenkomen van lichaam en geest. En geest. En loslaten. En wat is dan voor jou de grootste voldoening in de golfsport? Wat is dit? Dat biertje dat jij voor me haalt aan de bar na afloop. En als je zegt, mooi, afgeslagen. Op die negende hokaal, daar.
waar wacht ik daar dan op? Want ik zie weinig vrouwen hier bewegen deze dag. Weinig vrouwen. Andreas, ga weg, kan je losknippen en het keer of 80 door je reportage is. Ja, ja, dan ben ik klaar. Even kijken. Niks aan de hand, jongens. Ja, ligt goed. Ligt goed. Oh, het is goed in elkaar. Meneer Van der Graaf. Eén vraag. U weet toch uit die films van Columbo, hè? I'm sorry, just one more thing. Hè? Weet je nog? Die Peter Falk, die steeds terug. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb u net zien afslaan. Ik vind wel een beetje dat u een dikke kop heeft. Ja, dat klopt. Ja. U hebt hem gezien, hè? Ja, ja, een hele grote dikke kop. Ja. Jongen. Met een achterlijk zwaargewicht. Ja. 14 graden, verzin je ook niet. 14 graden, ja. En bij deze hitte is dat lekker verkoelend. Ja. Ja, dat is toch zo, hè? Nee, super. Nou ja, als het daarmee gaat. Ja, daar gaat het mee. Je zag het. Tot straks. Ja, wat bezielt iemand, hè? Wat bezielt iemand om echt met een... Ja, ik doe het zelf dus ook hoor, dus wat dat betreft. Maar kijk, links. Prachtig links en gehoekt, Jan Rekert. Technisch volmaakt. Prachtig. Technisch volmaakt. Prachtig. Die houding ook en het nakijken vooral. Ja, maar alleen jammer dat zijn haar wat naar voren gaat. Het haar is jammer, dat is lastig, ja. Dat moet je er een beetje lak op doen, Jan. Ja. Want hij is ook zo blond nog, hè. Misschien kunnen jullie straks nog eens een keertje komen. Niks veranderd. Niks geen zorgen, jongens, dat gaat goed. Op eens op. Ja. Okay. Ja, maar wat bezielt je? Nou ja, we gaan er nou niet over praten verder, want dan, het duurt toch nog uren en uren voordat jullie uiteindelijk op die laatste hol zijn. Dit is de laatste. Ja, maar er is nog wat te gaan, hè? Ja? Ja. Ja, hè? Van de goede vraag. Van de mens, de man achter de bal, hè? Wat? Vooral ook van de mens. De mens achter de bal. Ja, deze wedstrijd gaat natuurlijk nog uren duren. En normaal wil je weten wie de winnaar is. Maar dat geldt nou vandaag niet. En de Brabantse dagen in deze hete zomer zijn al lang. Die nachten, daar kan ik me wel enigszins een voorstelling van geven. Nee, het doel was vandaag het goede doel. En dat worden de uiteindelijke winnaars. Ik wil graag alle gezinnen met een kwetsbaar kind moed en positiviteit wensen. Maar ook aan de juffen, meesters en kinderen. Door alle zakelijke relaties, actievoerders en iedereen die ons al aan het hart toedraagt. De verpleegkundigen, maatschappelijke en pedagogische medewerkers. De vrijwilligers, mijn lieve collega's. Beste activiteitaanbieders, ondanks een beetje regen schijnt nu toch de zon als ik aan jullie denk. Ik hoop van harte dat we vanaf vrijdag 10 juli de deuren weer mogen openen. En dat we er weer een mooi feest van maken. Want jullie missen ons, maar wij missen jullie net zo hard. Stay home, stay safe, tot snel. Namens iedereen van Villa Padoues, ons hart voor jullie. Zo'n grote man ontkomt mij niet. Ontkomt mij niet. Uitstekend. Ja. Tjongejonge, dat ik u... hier mag tegenkomen, meneer Rijsbergen. De man van vlees en bloed. Ik bedoel, liep niet tegen hem aan. In wat voor wedstrijd dan ook, want je kon beter tegen een blok beton aanlopen. Het is wat minder geworden, hoor. Is wat minder, mag ik... Er zit wel wat beton rond in. Even kijken, hoor. Nee, wacht even, als je nou in de verdediging... Ik voel het al. De schouders zijn wat punter geworden. En de benen, deze is een beetje weg. Ja, die dikke. Mijn enkel staat vast, dus mijn kuitspieren werken. Man. Maar het valt nog mee. Ja, zeg, en ik neem aan dat de beste bal is van... Die is van mij, denk ik. Weet ik niet. We gaan nu kijken. We gaan kijken. Daarom hebben we de scheidsrechter erbij. Ja. Zeg, en wat doe je nou? Wat doe je nu op dit moment? Ik ga nu... In het leven? In het leven. Want je zat in Timbuktu als bondscoach. Ik ben pas in Zuid-Amerika geweest. Oh ja. En ik ben nu nog aan het onderhandelen met Jemen. Jemen, zie je het? En vorig jaar zat ik in Saudi-Arabië. Jongen. Maar ik ben nu nog bezig om te kijken wat het volgende project gaat worden. Ja, want die jongens betalen natuurlijk lekker daar. De door is wat gezakt, hè? Ja. Maar dat geeft niet. Je moet ook een beetje plezier hebben. Daarom doen we dit soort dingen.
En heb jij die jongens goed onder de knie daar in die Arabische landen? Kun je die dat aan? Dat gaat soms redelijk en soms wordt dat wat minder. Ze zijn, wat discipline betreft is het niet allemaal altijd helemaal goed. Nee, maar daar halen ze ook voor. Nu hebben ze ook de mos bijvoorbeeld gehaald. Van ja. Lem zit nu in Arabië. Maar ja, dan belt zo'n vader, hè, zo'n sheik, die belt natuurlijk op. Ja, zorg even dat mijn zoon er zaterdag in staat, ja, waar of niet? Ja, en dat probleem heb je nog wel eens. Ja. En daar ging ik ook niet zo nu en dan mee akkoord. Nee. En daarmee ben ik ook weer terug. Ja. Zeg, hoe is hij? Hoe is hij? Ja, tot nu toe hebben we geen klachten. Oh. Maar we zijn er nog niet. Nee. We zijn er nog niet. Want ik kan me herinneren dat jij nog wel eens wat met scheidsrechters hebt, hè? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel lang gespeeld, maar ik heb nog nooit een rode kaart gehad in mijn hele carrière. Oh. Dus dat, wat jij zegt, van, die is wel een harde, maar ik was altijd wel een hele verre speler. Zo. Nog nooit rood opgelopen. Waarschijnlijk waren er wel... Echt waar, Wim? Nee, absoluut. Nog nooit rood? Nee, nog nooit rood. En dan kan je bij de KNVB navragen, maar waarschijnlijk zaten er wel een paar tackeltjes bij die waarschijnlijk nu licht gekleurd waren. Licht gekleurd waren. Ja. Maar ja. Dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, we gaan opschieten, want ja, we liggen op 150 meter. We hebben geen uren de tijd, nee. Dat begrijp je, want dit is allemaal... Nemen we deze? Ja. Deze, echt waar? 150 meter. Ja. Moeten we nog gaan. Ja, is mooi. We gaan kijken wat het wordt. Hij is te kort. Ja, ik vond hem wel mooi laag, hoor. Ja, maar hij is te laag. Ja. Dat denk ik ook. We liggen voor 3 daar. Nou ja, sorry. Het kan nog. Ik doe nog een paar spelen. Nou. Vriend hebt dan. Wie is dit? André. Wie is de marker? Sorry heren, mag ik eventjes ter zake? Hi Ivo. Sorry. Ja, wat gaat er door jullie heen hier? Ik bedoel. Heel erg weinig drank. Heb je water bij? We hebben geen water. We hebben heel weinig. Ja. Wat vindt u ervan als u nou zo Pieter Storms ziet spelen? Op een sportieve manier aanwezig. Ja? Hij coacht het team en slaat het team er wel doorheen. Hij geeft aanwijzingen hoe ze staan moeten. Ja, hij ziet er ook goed uit, moet ik zeggen, hoor. Ja. Jongen. Een beetje oude koppel in, toch? Nee hoor, het valt best mee. Mijn Lenselink. Heb je echt niks bij, hè? Ik heb een colaatje voor je. Nee. Waarom doe jij zelf eigenlijk niet mee? Ja. Plicht roept. Moet werken, hè? Ja? Ja. Nog steeds? Ja. Er gaan geruchten over jou dat het niet meer hoeft. Nee. Ze gaan afslaan nu. De spanning is voorbij. We gaan helemaal los.
helemaal los. Dat willen we even meenemen. Ook eens kijken. Als je bij dat kaartje gaat staan, dan weet ik je te vinden. Ja, ja. Heb jij okselspray bij? Is het nogal warm? Nee, heb ik ook niet. Want ik gebruik het zelf niet. Want ik raak het nu zelf ook. Ja, dus je hebt geen Rexona? Nee, ik heb helemaal niks. 8x4? Nee, want we zijn geen commercieel station. Hè? Heb je schoenspray? Ja. Ik ruik zo ontzettend. Pieter Storms, presentator van SBS. Met het bijna beruchte en wereldberoemde programma Breekijzer. Nu on the tee. Ja, ik ben toch wel blij dat ik hier naartoe ben gegaan. Ja, het is onvoorstelbaar, hè, zo'n bal. Het is een schoonheid die je me zelden tegenkomt. Spelen, ja. Kan je ook links, want dan hebben we je beter in beeld. Ja, want anders sta je meer met de rug naar de camera. Hè? Even voor het shot, hè? Oké. Ja, dan hebben we het. Oké. Nee, dan is het goed. Dan, ja, prima. Ik weet het niet. Het lijkt me niet dat dat het beste wordt, maar je weet het niet. U bent zakenlieden uit Brabant, of? Ja. Ja, ja, ja. Notoire zakenlieden uit Brabant. En dat op vrijdag de 13e, ja, dan kun je ook maar beter niet gaan werken, hè? Lijkt me goed. Ja, dat is mooi, hoor. Soms voel ik me net Willy Brood. Ja, ja. Maar, we gaan nu naar de nou waterkant. Spelen we hier dus voor het goede doel. Hè? Ongetwijfeld. Maar, weet ik bijvoorbeeld, voor Villa Pardoes, voor gehandicapte kinderen of terminale kinderen. En daar spelen we eigenlijk vandaag voor. Maar nou kan ik mij herinneren dat u zelf ook wel eens voor het goede doel speelt. Ja. In de golf. Hoe zit dat ook alweer dan? Spelen we op het strand van Egmond naar Castricum. En dat is midden in de winter. Oh. En dan proberen we voor het Nationaal Fonds Kinderhulp de eurotje bij elkaar te slaan. Zo. Dat lukt regelmatig. Dus helemaal van Egmond naar Castricum. Hoeveel kilometer is dat? 6,5 kilometer over het veld. En het wordt pas leuk als het dan heel koud is. Dat is meestal de eerste week februari. Ja. En dan moet het wat ons betreft hard waaien. Ja. En dan moet je zo min mogelijk slaan. Precies. Maar wat slaan mensen dan op zo'n strand over die kilometers? Hoeveel slagen? De winnaar kwam binnen met 71 slagen. Zo. Nou, misschien moeten we dat er ook eens een keer op gaan nemen. Ja, zeker een keer langskomen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, voordat al die bekende Nederlanders en die oud voetballers moet ik eigenlijk zeggen, en zaken die er binnen zijn, kan nog uren duren. En daarna krijg je dan nog een Brabantse nacht. Wie uiteindelijk wint is niet zo belangrijk. Want de echte winnaar van deze mooie dag is natuurlijk, hopelijk, het goede doel. Everybody sees signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Well, I've been traveling. Nothing so true. Life is a holiday. Summer is where I travel to. I've been to Hollywood.